Sven Nys, winnaar van de 10e MTB Trophy. Juwelier Mulderij heeft het predicaat hofleverancier gekregen. Apeldoorn heeft als eerste gemeente een PSO-certificaat. En nieuw onderkomen Phoenix Kringloopwinkel is in gebruik genomen. Het nieuws van de afgelopen week. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits Weekoverzicht. Op zaterdag 11 en zondag 12 mei werd in het Oorderbos de jaarlijkse MTB-trofee verreden. Het evenement, dat een internationale status heeft, wordt georganiseerd door de Apeldoornse mountainbikeclub Bar End. Dit jaar werd de MTB-trofee voor de 10e keer gehouden. De wedstrijd kent meer dan 10 klassen. Daarvan trekt de heren eliteklasse op zondag de meeste aandacht. In die klasse deden bekende internationale rijders mee, zoals Sven Nys en Zweeds nationaal kampioen Emil Lindgren. De Belg Nys is vooral bekend als de keizer van het veldrijden. In 2005 begon hij met mountainbiken. Hij wist de MTB-trofee al 1 keer eerder te winnen, namelijk in 2007. Ook deze editie eindigde Nys op de eerste plek. Lindgren werd tweede en de derde plaats was voor Hans Becking. Sven, om te beginnen gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus, ik heb hier nog wel eens gewonnen en toe terug om dan nog eens over te doen. Als ik jouw tactiek zou moeten samenvatten, dan zou ik zeggen, je hebt 3 kwartier de kat uit de boom gekeken. En toen dacht je van, nou zie maar jongens, ik ben weg. Ja, ik moest even aanvoelen in hoeverre de conditie al goed genoeg is om tegen deze jongens te proberen de koers te winnen. En dan moet je even aanvoelen. En op een gegeven moment gebeurde er iets, een kleine valpartij voor mij. En er reed iemand weg en ik heb geprobeerd om de kloof zo snel mogelijk te dichten en direct de voorsprong te voeren. En toen voelde ik dat ik de beste in die koers was. Je hebt bijna 2 minuten voorsprong op de streep uiteindelijk. Ten opzichte van mannen die, mag ik het zeggen, aanzienlijk jonger zijn dan een 36-jarige. Ja, maar de ervaring speelt natuurlijk een rol. En het is ook niet zo dat het op deze leeftijd al plots heel fel achteruit zou gaan. Als je geen kwetsures hebt gehad of niet ziek wordt. Dus ik heb wel hard mijn best gedaan om een goed niveau te halen en dat komt er vandaag al terug uit. Afgelopen maandag was het feest bij juwelier Mulderij aan de Koninginnenlaan in Apeldoorn. De juwelier vierde die dag hun 100-jarig bestaan. Na een kort optreden van het matrozenkorps kreeg de familie Mulderij uit handen van loco-burgemeester Nathan Stukken de orkonde met het predicaat hofleverancier. Daarna onthulde de eigenaar Willem Mulderij en de loco-burgemeester tezamen het koninklijke wapenschild dat boven de ingang een prominente plek heeft gekregen. De huidige eigenaar is inmiddels de 3e generatie uit de familie Mulderij die de juwelierszaak bestiert. Meneer Mulderij. Bent u trots op het predicaat van hofleverancier? Ja, zeker. Dat is een echt unieke gebeurtenis. Je krijgt het pas na 100 jaar, althans, als je het aanvraagt. En we hebben het gekregen, daar zijn we heel blij mee. Heel mooi. Want u viert vandaag ook uw 100-jarig jubileum? Ja, het is exact vandaag 100 jaar geleden dat mijn opa begonnen is hier. En dat vieren we dus, dat is heel mooi. En daar hangt nu een mooi bord boven de gevel? Ja, met het 100-jarig bestaan hebben we inderdaad een hofleverancierschap gekregen en daar hoort een heel mooi wapenschild bij die net onthuld is. Gaat er nog iets veranderen voor uw zaak? Nee, op zich niet. Alles blijft wat dat betreft gewoon hetzelfde. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ik ga niet buiten mijn schoenen lopen, dat niet. Maar ik ben er wel trots op. Vandaag werd er in het werkgebouw Zuid het PSO-certificaat uitgereikt aan de gemeente Apeldoorn. Daarmee heeft Apeldoorn als eerste gemeente van Nederland dit certificaat ontvangen. Niet wethouder Hans Brouwer, maar Detlef Sizo nam het certificaat in ontvangst. Meneer Sizo, u bent als eerste gemeente PSO gecertificeerd. Ja. Gefeliciteerd ermee, ondanks dat het niet helemaal in uw portefeuille past. Nee. Normaliter zou mijn collega Hans Brouwer hier natuurlijk staan, alleen door privéomstandigheden is hij vandaag verhinderd. Namens de gemeente mag ik dus dit certificaat in ontvangst nemen en ik moet zeggen, we zijn er heel erg trots op.
En ik denk niet alleen als wethouder of als college, maar ook als organisatie mogen we hier trots op zijn. De eigen Apeldoornse aanpak van de wet werken naar vermogen. Ja, het is toch leuk als het niet alleen een kletsverhaal van de politicus blijft, maar dat je dus ook de resultaten ziet, dat je gecertificeerd wordt. En dan ook nog als eerste gemeente in Nederland. Ik denk dat het ook iets is om trots op te mogen zijn. We zijn er in elk geval blij mee. Het PSO-certificaat, dat staat voor prestatieladder socialer ondernemen, is afgegeven omdat de gemeente Apeldoorn zelf veel mensen in dienst heeft die anders bij een sociale werkvoorziening werken, zoals de Veluwa Groep. Het certificaat werd uitgereikt door de voorzitter van de stichting PSO Nederland, Juri Starnenburg. Maar heeft de gemeente heeft nog een rol. Die moet niet alleen het voorbeeld geven, want dat doen ze wel. Maar ze moeten ook natuurlijk andere bedrijven stimuleren. Ja. Hoe verhoudt zich dat met dit certificaat? Of is dat een ander certificaat? Nee, dat is eigenlijk hetzelfde certificaat. Elke organisatie, elke werkgever kan een PSO-certificaat behalen, mits ze natuurlijk aan de criteria voldoen. Het mooie van de gemeente Apeldoorn is dat zij als eerste gemeente hebben laten zien dat zij ook een sociale werkgever zijn. En daarom hebben ze ook het certificaat behaald. En daarnaast stimuleren zij sociaal ondernemerschap. Zij hebben ook een stimuleringssubsidie in het leven geroepen samen met de Start Foundation. Waarbij ze bedrijven 1000 euro per bedrijf geven. De eerste 20 bedrijven uit mijn hoofd die socialer gaan ondernemen. En dat willen aantonen door middel van de PSO. En dat sociale ondernemen is dan mensen met een achterstand in dienst nemen? Ja, in dienst nemen of er zijn meerdere manieren daarvoor. We kijken dan naar directe bijdrage en indirecte bijdrage. En directe bijdrage is dat je inderdaad iemand een kans geeft binnen jouw organisatie. En daar ook voor zorgt dat iemand een goede werkplek heeft. Dus dat je niet mensen enkel en alleen voor de vorm in dienst neemt en dan verder er niet naar omkijkt. Dat vinden wij belangrijk. En daarnaast de indirecte bijdrage is dat je bijvoorbeeld kijkt naar je eigen inkoop in de keten. Dus door wie laat je de catering verzorgen in je organisatie. Of de schoonmaak, of het vuil ophalen. Nou, van alles en nog wat. Dat kan je natuurlijk ook sociaal uitbesteden. Richting partijen die dat volledig sociaal doen. Zoals de SW werkvoorzieningen. Landelijk zijn die er natuurlijk. En daar kan je natuurlijk naar kijken. Of andere bedrijven die ook al een PSO hebben behaald. In de regio Apeldoorn zijn nog eens 4 bedrijven die ook een PSO-certificaat hebben ontvangen. Naast het brengpunt van Phoenix is er aan de Aruba 6 ook een kringloopwinkel gevestigd. Het nieuwe onderkomen is afgelopen woensdag feestelijk in gebruik genomen. 'S Ochtends stond er al een flinke rij mensen voor de deur om de nieuwe Phoenix-winkel te komen bekijken. Het nieuwe pand zijn we heel blij mee om daarmee te beginnen. Het nieuwe pand is fantastisch voor ons, omdat we nu ook veel beter kunnen samenwerken met het pand en de vestiging die we al hadden hier aan Aruba. Waar de mensen spullen kunnen brengen en we ook de werkplaatsen hebben. Dus logistiek natuurlijk heel handig om de spullen dan gauw de winkel in te krijgen. Maar ook in samenwerking onderling tussen de collega's, tussen werkplaats en winkel is het natuurlijk ook geweldig. Dit pand zit naast de gemeente. Is dat nog bewust of is dat puur toeval? Nou, jaren geleden zijn we al in overleg gegaan met de gemeente van buurmansgrond is maar 1 keer te koop. Dus als jullie kopen, wij als stichting kunnen dat natuurlijk niet. Dan houden we ons graag aanbevolen om daar een stuk van te huren van jullie. En zodoende ons hier te kunnen vestigen. De nieuwe kringloopwinkel is niet alleen groter van opzet en overzichtelijker, maar er is ook meer in ondergebracht. Behalve het nieuwe pand, natuurlijk intern hebben we ook eens goed gekeken van hoe draait alles, kan het allemaal nog beter. De uitstraling hebben we samen met een groepje externe aan gewerkt. Je moet toch af en toe eens moderniseren. We hebben ook een aantal werkplaatsen hier gevestigd. De kledingwerkplaats is nu ook hier gevestigd. De boekenuitzoekhoek is nu hier. De fietsenmakerij is nu ook hier naast de fietsenmakerij aan de Molenmakershoek. En zodat we centraler kunnen werken en beter samen kunnen werken. Met de komst van deze nieuwe kringloopwinkel was de vestiging aan de Koningslijn overbodig en is sinds maandag opgeheven. De Koningslijn is al dicht. Het was ook een oud pand, hadden we ook heel veel gaskosten, stookkosten en zo. Dat betreft is het ook fijn dat we hierin zijn. Het is natuurlijk een modern en energiezuinig gebouw. Maar heel belangrijk om te zeggen, natuurlijk de Molenmakershoek, die echt in het centrum van Apeldoorn ligt, die blijft gewoon open. En daar hebben we ook de fietsenmakershoek samen met Cerelo bijvoorbeeld. De nieuwe Phoenix kringloopwinkel is aan de Aruba 6 te vinden en is dagelijks tot en met 5 uur 's middags open. Op zondag is de winkel dicht.